Gebieden die door de zware regens onder water zijn komen te liggen, moeten acute hulp krijgen. Dit is gisteren tijdens een regeringsvergadering benadrukt door president Desi Bouterse. Het staatshoofd heeft zich samen met zijn ministersteam gebogen over deze kwestie. De getroffen gebieden zijn intussen al in beeld gebracht. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling, zegt aan onze nieuwsdienst dat er een goed model is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Met name de ministeries van OW, LVV en Sociale Zaken hebben een trekkersrol in deze. Wat de ondergelopen gebieden in het binnenland betreft, is de situatie niet alarmerend, zegt minister Dikan. Voor wat betreft het binnenland zijn de waterstanden ook hoog. Maar niet echt alarmerend, met uitzondering van het Pamaka-gebied, waarbij we toch wel de laatste rapportages dat het Loka-Loka gebied, met name het dorp, het water, nu toch wel het dorp binnen is gegaan en de begane grond, althans de huizen, de vloeren, al onder water zijn gelopen. We hebben ook een rapportage gehad van de weg naar Lange Tabbetje. Op zeker 3 plaatsen is het moeilijk begaanbaar, maar daar heeft ook de goudmaatschappij, Surgoud, Nieuwmond, zijn bezig daar ook om de zaak daar zo snel mogelijk te verhelpen, omdat ze natuurlijk direct last ondervinden daarvan. De regering heeft vanaf gisteren meer dan 60 graafmachines ingezet om de getroffen gebieden eerste hulp te bieden. Waar nodig is er ook voor evacuatie gezorgd in het binnenland. We hebben gisteren ook een dorp moeten evacueren, althans een dorp, Dantapu, door de districtscommissaris van Marowijne. De mensen zijn ondergebracht op Mungo. Er is ook voor voedsel en dergelijk gezorgd voor de mensen. Een tweede dorp is ook geëvacueerd, dat is Akalekondre ook. En het commissariaat heeft voor vervoer, transport gezorgd om de mensen te evacueren. Dus we zijn constant bezig. Het heeft onze aandacht. Het heeft de aandacht van de totale regering, met name de president, ook het kabinet van de president, die de zaak constant in de gaten houdt. Ik heb met de districtscommissarissen een afspraak lopen dat ik om de 2 uur word geïnformeerd en dan de informatie waar nodig verder stuurt naar de collega's, etc. Dus dat loopt goed. De geluiden ook uit het veld is dat de mensen best wel tevreden zijn. Ik moet van hieruit toch wel de bestuursdienst complimenteren. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling. Hij heeft samen met overige leden van de regering de opdracht om acute hulp aan te dragen voor gebieden die door de zware regens onder water liggen.